Wethouder Bert Wieringa, we staan hier naast het gemeentehuis. En u heeft net een pakbon in ontvangst genomen met daarbij de behorende cadeautjes. Wat vindt u daarvan? Nou, ik vind het ernstig. Ik vind het goed dat jullie het doen. Ik vind het overigens goed dat iedereen het ons erop attendeert, hè, dat er zwerfafval ergens is. Wij zijn niet in staat om de hele gemeente permanent af te speuren, dus we moeten het vooral van de tips hebben. Maar ik vind het wel ernstig dat die tips er moeten komen, want het betekent dus dat er mensen zijn die het afval niet op de daarvoor bestemde plek afleveren. En wat ik hier zie, dat lijkt wel op wat iets van chemisch afval of iets dergelijks. Daar hebben we een hele goede plek voor om dat weg te brengen bij het afvalbrengstation. Dat kost over het algemeen, voor in ieder geval voor particulieren, is dat gratis. Voor bedrijven weet ik het eerlijk gezegd niet helemaal zeker, maar dat zal nooit heel erg duur zijn. Dus er is geen enkele reden wat mij betreft om dit in de openbare ruimte te gooien. We hebben op een andere plek nog een compleet bankstel gevonden, wat dan helemaal verrot is en uit elkaar ligt en diverse blikjes en alles. Dus maar naar het schijnt is het heel normaal dat je je rommel gewoon achter je kont laat slingeren. Dus moet er ook niet iets komen waar we mensen denken van, hey, we moeten toch eigenlijk onze wereld niet zo vervuilen? Nou, het is natuurlijk niet normaal dat je je eigen troep door een ander laat opruimen. Dat geldt niet alleen voor afval, maar dat geldt ook voor hondenpoep. Wil ik er dan meteen maar even bij zeggen, want ook daarvoor geldt dat wij eigenlijk vinden dat iedereen zijn eigen rotzooi moet opruimen. Dus dat het normaal is, daarvoor zet ik me ernstig tegen. Dat is niet het geval. Ik heb juist al het afvalbrengstation genoemd. Dat wil ik dan ook in het geval voor het bankstel nog wel eventjes noemen. Want mensen kunnen tegen een hele vriendelijke vergoeding kunnen ze het spul brengen bij het afvalbrengstation. En dan wordt het op een fatsoenlijke manier verwerkt. En dan hebben we tenminste ook geen last van de openbare ruimte. Bovendien, het spaart ook nog een hoop kosten uit. Want jullie hebben dit er nu uitgehaald. Wij moeten het gaan opruimen. Dus we hebben daar ook extra kosten voor. Als mensen het zelf doen, dan drukt het in ieder geval de kosten van de gemeente. En ik vind dat je voor je eigen zaken moet staan. En dat je ook je eigen zaken moet opruimen. Vriendelijk bedankt. Graag gedaan.